Melvin Bouffa heeft gisteren de opening gedaan van de 7e Interparlementaire Unie IPU, Global Conference of Young Parliamentarians. Bouffa is de voorzitter van het jongerenforum van de IPU. Onderwerpen tijdens de conferentie waren de COVID-19-pandemie en de economische en sociale gevolgen daarvan. Jongeren hebben naar zijn zeggen de uitdaging van de pandemie weerstaan en zich snel kunnen aanpassen aan online onderwijs. Bouffa legt meer uit over deze conferentie. Nou, deze conferentie is dus een internationale conferentie waar leden van parlementen bijeenkomen uit diverse landen. Zeg maar de leden, de eerste generatie parlementariërs, as we call it, the first generation leden, dat de leeftijd van 45 jaar. Die hebben binnen de Interparlementaire Unie Forum om dus over politiek-maatschappelijke zaken met elkaar te praten en die voor te leggen aan de assembly, welke dus aan het eind van deze maand wordt gehouden. Eind van mei in dit geval. En de vergadering die we dus hebben gehad, welke ik dus gisteren als president van het forum heb geopend, is dus toegespitst geweest op de agenda tijdens die van COVID. Je weet, COVID slaat gewoon iedereen, niet alleen hier in Suriname, maar gewoon wereldwijd. En de respons van landen, de respons van parlementen op COVID, toegespitst op onderwijs, werkgelegenheid en ook nog de economische en sociale aspecten daarbij. Tijdens de conferentie is er een campagne gelanceerd, I Say Yes to Youth in Parliament. Bouffa geeft aan wat het doel is van deze campagne. Het heeft allemaal te maken met het belang dat ook in tijd van crisis we dat ding samen moeten dragen. Intergenerationeel, dat betekent dat de wijze heren en vrouwen met hun wijsheid, maar dat de betrokkenheid, de participatie van jonge leiders, voornamelijk in on the decision making table, wordt dat zo genoemd tijdens de vergadering, ook een plek moeten hebben als we zaken willen doen voor vrouwen, voor jongeren, voor die doelgroep, dan moeten die aan tafel zijn. En aan tafel zijn betekent dat ze een seat moeten hebben. En dat is de campaign. Suriname doet het redelijk goed. Ik geef het primeur dat Suriname, gezien het laatste rapport van de Interparlementaire Unie over de participation of youth in parliament, in de top 10 landen zit in de wereld. Met een gemiddeld van 10% onder 30 en oplopend naar 44% of zo onder de 45 jaar. Dus dat is vrij goed. Maar in andere landen gaat het er heel hard aan toe. Melvin Bouffa, voorzitter van het Jongerenforum van de IPU. De tweedaagse jeugdconferentie is virtueel gehouden met meer dan 300 participanten uit 80 verschillende landen. De beraadslagingen uit deze conferentie worden meegenomen naar de 142e IPU-vergadering eind mei.